stond een hele goede parkoverwinning. En toen waren de Hells Angels, die hadden nog een cordon van motorfietsen. Zo. En, maar ik was daar en er was een van de jonge Angels, noemde ze een prospect. Die gaf mij een zetje en alles zo. Maar die kreeg even later waanzinnig op zijn flikken. En, want wij werden daar als voorst ontvangen, als prinsjes, Elke en ik. En toen later ben met Ed, waar Going to the Runner eigenlijk min of meer over gaat, die heeft mij toen voor een rondje door het Zuiderpark genomen, terwijl er nog mensen eigenlijk waren. Het was nog een volle gang. Maar je had allemaal van die paden achter en zo, waar niks gebeurde. Zat ik achter op een Harley Davidson. En hij scheurde gewoon 140 kilometer per uur door het Zuiderpark. Ja, dat moet de organisatie leuk gevonden hebben. Dat was onvergetelijk, kan ik je wel vertellen. Dat zit ook in de song. Dat heb ik in de song verwerkt.